vissen op de Waddenzee. Op dat schip. Goedemorgen! Kun je mij tussen het aan zien? I feel swimpy! Hoe gaat dat visproces, hoe gaat dat precies in zijn werking? De achtereinden van het net, de zakken, die worden dan gelegd in de bakken. Daar komt de vangst uit, hoofdzakelijk garnalen, maar ook krabbetjes en weet je wel. Hé, we hebben ook een kwal gevangen. Ik wist helemaal niet dat mijn ex aan boord was. En die, wat doen jullie met al die krabben en vissen die erin zitten? Door die containermolen die gaat levend weer overboord, zeg maar. Levend weer overboord. Ja. Consumptiegranalen blijven dan over. Die worden daarna gekookt. En na het koken dan worden ze gekoeld door het zeewater. En dan komen ze op de zoektafel en daar zoeken we alles wat er nog aan vuil zit, zoeken we eruit. Dan gaan ze nog een keer door een bak met ijswater heen. Dan worden ze gekoeld tot 0 graden. En dan doen ze een kistje van 20 kilo. Zeester. Ik ben vandaag ook een beetje een zeester. Hoeveel garnalen vang je op een dag? Weet je dat? Ja, dat is verschillend. En dit is een beetje de laagste dan? Het is geen goede vangst, zeg maar. Nee, het is bij jullie ook echt zo. Wat je vangt, dat is echt jouw salaris. Niks vangen, niks verdienen. Het beste kun je ze niet krijgen. Hoe is het nou om schipper te zijn van zo'n boot? Prachtig mooi. Ja, ik zou niet weten wat ik allemaal zou willen doen. De vrijheid die je hebt, het uitzicht. De rust om je heen. Ik vaar al 30 jaar, denk ik. 15 jaar schipper zo'n beetje zijn. Met z'n tweeën? Ja. Dus het is best wel belangrijk dat je het een beetje goed met elkaar kan vinden. Ja, dat is heel belangrijk. De boot is hier binnen, is gewoon een soort huisje. Hier is de master bedroom. Nou, jullie hadden wel je bed een beetje net erop kunnen maken. Jullie liggen toch niet tegelijk slapen, neem ik aan? Nee, dat lijkt wel. Zo lullig gestopt tegen een boei aan vaak. Ja. Maar hoe gaat dat dan in zijn werking? Slaap jij 8 uur per dag? Of? Nee, je moet het vaak zo zien. Van de 4 uur werken we er 3 en slapen we er 1 gemiddeld. En dan hebben we een goed leven, zeg maar. Dat vind ik echt onvoorstelbaar. Ja, echt veel respect. Wat is voor jou het mooiste moment van zo'n visdag? Dat je goed gevangen hebt. Ja. Ja, dat is het mooiste. Vissen zijn eigenlijk wel een beetje jagen. Je bent toch elke week zoveel mogelijk boven water te halen. Maar dit is echt jouw team. Passie. Ja. Ja. Ik zal aan jullie denken de volgende keer dat ik kanaal zit te eten. Oké, die doe je goed. Ja. Nou weet ik van waar ze vandaan komen. Ja. Gaan we. We gaan voor vangst nummer 2. Even opschieten. Shit, het is alweer bezig. Ja, als kanalenvisser moet je natuurlijk geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Heel hard kunnen werken. Nee, maar absoluut niet zeeziek worden natuurlijk. Nee, je moet het mooi vinden, want anders dan hou je het niet vol. Dat moet je echt je leven wezen, anders dan gaat het er niet worden, denk ik. Gaat die hoor, denk je erop? Ja. Ja, volgens mij is het echt veel betere vangst, toch? Cheers! Ja, het is beter. Ja, toch? Ik breng geluk. Dat doe je vrij gemakkelijk. Dat doen we 100 keer in de week, dus. Ja, dat is ook zo. Zou je dit de rest van je leven willen doen? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. En je weet het nooit zelf. Nee. En gaat je zoon dan denk je later ook vissen worden? Ik weet het niet. Maar... Heb je hem wel eens meegenomen? Vorig jaar is hij 1 nachtje mee geweest. Wel, als je het wil, zou ik het wel mooi vinden. Maar als je wel een beroepje moet het wel mooi vinden, denk ik. Ja. Dat doet je vrouw. Anders hou je het niet vol. Vis je ook wel eens naar complimentjes of vis je alleen om garnalen? Ik weet niet wat jij van de vangst vindt, maar ik vind hem heel netjes. Ik ook. Jongens, doei! Dankjewel! Doei! Echt 2 hele mooie mensen ontmoet vandaag. Ja. Echt zoveel lol gehad vandaag.